ooit premier van Nederland wil zijn. Ik vind dat je ambitie moet hebben. Dylan Jessicus, minister van Justitie en Veiligheid. Van jongs af aan leerden mijn ouders mij de waarde te zien van de vrijheid waarin wij in Nederland leven. En om die te koesteren, om ervoor op te komen. En niet stil te zijn bij onrecht. Ik laat niet 60.000 mensen die dag en nacht in zich inzetten voor onze veiligheid, wegzetten als een stel racisten. Hell no. Waarom ga je dan toch door in dit vak als het zo persoonlijk wordt? Omdat ik mij niet laat intimideren. Ik zit niet in de politiek om maar gewoon door te gaan. Ik zit in de politiek om die problemen op te lossen. Maar de criminelen zullen niet winnen, want dat betekent dat onze rechtsstaat heeft verloren. En dat zal ik nooit toestaan. Wat wij hier hebben is zo waardevol, is zo niet vanzelfsprekend. Daar moet je voor staan, dat moet je koesteren, daar moet je voor vechten, daar moet je voor strijden. Als je een paar dagen na een onthoofding van een leraar een imam bent die zegt, nou, ik vind wel dat we moeten kijken, wat heeft die leraar nou gedaan waardoor die mensen zo boos werden? Dat is zo schadelijk. Het is nodig dat wij bewust kiezen aan welke kant we staan. Ik wil heel graag dat het in de toekomst, als ik terugkijk, het heeft uitgemaakt dat ik daarbij was. Dat zou ik het liefst hebben. En dat we dan de goede kant kiezen.